is our coffee, Arabica, the best coffee of the world in Panama. Nou, wij zijn dus net wezen zwemmen. Er waren krokodillen, heb ik gehoord. Ja, waren krokodillen! Nou ja, goed, helemaal aan de andere kant waren er helemaal krokodillen, maar daar kwamen we helemaal niet bij in de buurt. We zijn de berg in gegaan. We kwamen bij een leme hutje, zo'n hout hutje. En daar woonde dan een familie, heel erg arm, met een vader die met ons mee was. Voor deze mensen heeft hij heel veel gedaan. Now we are starting providing clothing and food and improving some mattresses to sleep on. But many times men go to work in the sugarcane factories, yeah. Far away, and they stay 1 month, and mother stay with the kids here, and they have to see how to feed them. Many times we find families with no food here. Oh. So is then nothing to make theory, you must start doing something. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, Buenos días. Wat verkoopt u zoal? ¿Qué venden? Vendemos. Eigenlijk van alles. Mercancía fresca, pollo, kip, ja, droogwaren, rijst, banaan, limonade, sap. Ik ben blij voor jullie vooral. Dat zeker. Een hele goede middag allemaal. Een hele goede middag. We zijn op dit moment bezig met de optocht van Maria Antigua. Nee, het was een processie. De processie van Antigua, Maria Antigua. De patroonheilige van heel Panama. Geweldig, het ziet er een beetje zo uit. Zo, een hele grote lange rij. Met deze processie lopen we naar een school toe. In groepjes van 10 gaan wij verschillende oude mensen bezoeken. En daarna hebben we daar lunch met z'n allen en gaan we in onze streams verder. Ja. En wij doen allebei de stream leiderschap, dus wij gaan heel veel over leiderschap leren. Heel erg warm, kijk. Daar hebben we er. Hey! Bij ons in het gastgezin, zij aten elke dag, elke maaltijd met ons mee. En we begonnen altijd dat oma dan kruis steken en dan wees groetje. En dan gingen de handen omhoog en dan gingen ze ons zegenen en het iedereen anders zegenen. Het was heel leuk, maar ook het diepe geloof van de mensen. Maar ook de vreugde bij het geloof in de kerk. Het enthousiasme waarmee mensen dansten, aanwezig waren. Het feit dat ze samen met ons gewoon urenlang die gemeenschap houden opbouwen, vond ik echt geweldig. Wat betekent voor mij gedoopt zijn, mijn eerste roeping? Wat betekent voor mij christen zijn? Mogen deze verscheidenheid ons ertoe brengen tot de betekenis en de zin van het christelijke leven? De kerk vooral heel enthousiast. Echt, er zat heel veel muziek, heel veel zang, klappen, dansen. Het was gewoon echt, er zat gewoon heel veel energie in. En ik merkte echt dat ik met heel veel plezier naar de mis ging daar in Sona. Over het programma gesproken, dat is inderdaad elke dag verandert dat met het uur. Handelen we dat een beetje als Nederlanders? Het is wel heel moeilijk, want nou ja, goed. In Nederland zijn we heel erg gewend van, joh, je hebt om 7:15 een afspraak, ben er om 7:15. Hier zeggen ze 7:15, nou ja, 7:15 kan rustig 8 uur zijn. En we hebben gemerkt dat je met dit bier, ik bedoel 32 graden, ja, 32 graden, kun je je ook niet stressen over de tijd. Dat gaat niet meer. Volgende mede, kom op. Doei.